Bier 1 was een bovengisten bier. Als je daar maar gebruikt een bier 1, heb je voor je staat nog? Met het bier 1? Ja. Dan zou je heel duidelijk een fruitachtige toon. Dat is heel anders dan zou je hier aan werken. Ja, dat klopt. Dus dat is een bovengisten bier, alcoholpercentage 6%. En dat was je wel eens met een Spaanse bier blond. Oh, ja. Dus heel veel mensen laten zich gewoon misleiden door de kleur. Nee, je bent het klaar. Het is de wie heeft het goed? Iemand? Ja, hij. Ik heb gezegd. Ik heb bier 2. Heel was het een bier van boven of een bier van ondergisten? En het was een type pils, een harde pils. Was het Gelderland pils, Limburgsland, Chateaubriand? Chateaubriand. Bitter. Ja, het is de meest bittere in de rinspilsen eigenlijk. Bier 3, boven de ondergisten. Onder? Boven de ondergisten. Nee. Ook weer heel duidelijk het fruitachtige toon in het bier. Ja. Als je hier een beetje aan ruikt aan die bieren, dan heb je heel duidelijk een overeenkomst. Bier 1 en bier 3. Dat was namelijk een boertje. Een alcoholpercentage 7%. En dat was je rakkers met het Schlosser bier dubbel.